Vijfde klasse D, omringd door heel veel Groningers, vier Drentse ploegen, waaronder deze twee. De nummer 3, Tinalo in het groen, tegen de nummer 2, Amboina. En de nummer 1 op een even zoveel punten, 22, alleen een wedstrijd minder gespeeld. Het mag duidelijk zijn dat Amboina in het blauw goed aan de wedstrijd begint. 7 minuten gespeeld slechts. En nu al een overwicht en ook al een treffer. Daniel Zimmerman, een prachtige kopbal boven alles en iedereen uit. En de man met de cap is gezien, Abel Tolner. En Amboina zet door, Zimmerman. 15 minuten gespeeld, moet dan absoluut de 2-0 zijn. Sinks, hij mist en raakt daar wel met de hak. Maar daarvoor is dan een hensbal gezien. Maar het is duidelijk dat Tinalo totaal niet in de wedstrijd zit. Heel erg veel onder druk staat. En ook nu, Timmer zich compleet verslikt in die aanvallers van Amboina die enorm veel tempo maakte. Zimmerman, goeie bal jongen. Op een even zo mooi dansje maakt Sinks dan de 0-2. Zijn 7e van dit seizoen. En dan lijkt het voor Tinalo al heel snel voorbij hoor. Na 20 minuten 2 om de oren. Timmer weet het, hij zat fout. En dan was het wachten op de 0-3, 0-4. Die valt niet. Sterker nog, zomaar een corner. Zomaar even verkeerd inschatten van Penturi. Die hem half wegwerkt. En dan is daar die aansluitingstreffer. Ja, nadat Rubing hem goed raakt. Maar niet op de goal. Komt hij bij Jeffrey Oldenhuis. Die hem toch keurig binnentikt met het hakje. En de ruststand zo waar op 1-2 zet. En dan is er nog van alles mogelijk. Maar Amboina gaat gewoon verder waar het goed in is. Op snelheid, veel steekpases achter de verdediging. En dan moet de doelman regelmatig zijn goal uit. Abel Tolner, ook hier. Rafael Tooney is even de dupe van deze harde charge. Maar hij was nodig en hij was goed volgens de scheidsrechter. Die een uitstekende partij floot overigens. In een goed duel. Maar Amboina, wat ik zei, was de absolute bovenliggende partij. Koud in het veld. Jawel, 1-3. Zijn allereerste balcontact, Johnny Kleef. Hij kan niet veel trainen, was volgens mij een week of 7 al afwezig. En heeft hij niet veel tijd nodig om zijn stempel op de wedstrijd te drukken en de 3-1 binnen te prikken. Krijgt dan de thuisploeg helemaal geen kans. Jawel, die deel ik met u. Salo Westerhof speelt zich uitstekend vrij richting die achterlijn. Vindt dan Wouter Schenk. Ja, en die raakt hem dan wel, maar het is niet... Nee, het is het niet. Het is het helemaal niet vandaag voor Tinalo. En Amboina gaat vrolijk verder met goede steekpases. En nu weer op Sinks bijvoorbeeld. Maar vindt dan de doelman op zijn weg. En is ook gewoon slordig, want hij had afspeelmogelijkheden genoeg. Weet je ook. Zimmerman is lief en neemt het hem niet kwalijk. Maar ze hadden al veel meer moeten scoren. 1-3. Richting het einde van de wedstrijd. Nog een goede 10 minuten te spelen. Op Sinks. Houdt het overzicht. Komt met een prachtige bal op Tooney. En die moet hem dat toch maken. Omdat de doelman weer zijn goal uitkomt. Daar was hij dit keer op voorbereid. Maar nee. Ook hij mist dan even de scherpte. Maar zo richting de slotfase wordt het echt eentonig. En zou je zeggen dat hier dan de 4-1 komt? Nee. Dat gebeurt dan niet. Maar een goede pot voetbal volgens mij. Van een titelkandidaat in 5D. Amboina. Het was een goede wedstrijd. Mooie assist. Mooie schot op goal. Wat ook een assist werd. Maar ja, we doen het met z'n allen. En daar gaan we voor. We willen dit jaar kampioen worden. Dus elke kleine beetje helpen, zeg maar. Nou ja, het kampioenschap, daar hebben we ons al niet meer echt op gericht de laatste weken. Maar we dachten wel van, en dat willen we nog steeds, voor de derde plek gaan. En daar heb ik nog alle vertrouwen in. Dat vertrouwen is goed. Ze staan ook nog steeds keurig derde met een wedstrijd minder gespeeld als Zevenhuizen die achter hun staat. En een Boyne en Eendrum. Ja, het lijkt er nu op dat ze er met z'n twee gaan uitmaken. Evenveel punten, maar Eendrum met een wedstrijd minder gespeeld.